dat Phagwa, ook wel het nieuwjaars- of kleurenfeest, echt een nationaal karakter heeft, was gisteren duidelijk te merken in het Palmentuin. Nagenoeg alle bevolkingsgroepen waren daar aanwezig en hebben uitbundig het Hindoe nieuwjaarsfeest meegevierd. De muzikale begeleiding lag in handen van Nederlandse en Surinaamse bands. Voor de Indiase ambassadeur in Suriname, Mahinder Singh Kanyal, verschilt de Phagwa-viering in Suriname niet. Of course it is the same. In fact, this morning at my residence I had the multicultural performances where people, artists from all the communities performed. So it's a fantastic environment. So why do here is a national celebration? Why do you think everyone has to celebrate? Yes, being a national festival declared by the government of Suriname, it's a great thing for all the ethnic communities to come together. The festival of colors, that is Phagwa, as known in the Caribbean fondly, means bringing people of all faiths together in the society and promote harmony, brotherhood and friendship. And of course they say today we promote harmony and friendship, and after today? No, this is the process which continues. This is what inspires the people. That now it is a festival of colors, tomorrow there is another festival, to not only maintain but also continue to promote friendship and harmony in the society. Ambassadeur Kanyal vindt het een hele eer dat hij deelgenoot kon zijn van dit festival van kleuren. Naast het dansen en elkaar bepoederen in de kleuren van de regenboog, was het hoogtepunt de Makanchor-wedstrijd. Komowijnen is wederom de winnaar geworden en mag ook dit jaar de Sitari Malhu Wisseltrofee houden. De ambtenaar kampioen van Suriname, onze Makanchor kampioen van Suriname, van Komowijnen, laten we zeggen gewoon van heel Suriname. Jongens van Fernando Cura, hoe mag ik de voorzitter, de leider Fernando, alleen op het podium halen even om zijn prijs in handen afvast te nemen uit handen van de minister van Sportzaken. Hij krijgt 2000 SND uit handen van de minister. Ook bij de complimenten van onze hoofdsponsor Suribet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en onze tweede partners. Amor FM, Trishul Broadcasting Network, Rapper Broadcasting Network. Dinesh Malhu van Rani Entertainment, de organisator van het Nationaal Phagwa Festival in de Palmentuin en ook de Makanchor-wedstrijd, was tevreden, ondanks de terugloop van de deelnemers. Het Makanchor-spel wordt in India op de geboortedag van Lord Krishna gevierd, maar Malhu heeft het overgeheveld naar Phagwa, omdat dit het grootste Hindoefeest in Suriname is. Malhu geeft aan waarom enkele deelnemers hebben afgezegd. Dit jaar is het teruggenomen in verband met, mensen waren heel sceptisch, een beetje bang voor het coronavirus gedachten. Men was zelf bang, wij ook hoor, dat misschien dit festival helemaal geen voortgang zou vinden. Maar gelukkig Suriname heeft geen enkel coronavirus geval nog gehad. En ik heb de DC en de ministers allemaal gezegd, door middel van dit feest is het, de overwinning van het goede op het kwade. En met dit holyfeest hebben we vandaag tentoongespreid dat door middel van deze kleursel, de poeder, alles hier en holika-verbranding, dat we het kwade hebben verbrand. We hebben het kwade weg en we jagen het kwade weg door middel van onze kleursel. Dus geen enkel coronavirus komt in Suriname en nog minder in de Palmentuin. Dus iedereen is gevrijwaard en daarom, Palmentuin zit vol hier met tienduizenden mensen en we genieten allemaal. Dus u bent tot nu toe tevreden? Ik ben tevreden. Ik heb ook opgeroepen dat alle politieke leiders vandaag even vergeten dat er een politieke strijd gaande is. Voor vandaag even alle politieke strijd opzij zetten. Kom met z'n allen het Phagwa feest vieren. Geef elkaar een brassa, geef elkaar de hand. Sprenkel elkaar met bier, kleursel en maak er een leuke feest van. Morgen zullen we verder weer denken aan verkiezing. Vandaag moet je even verkiezing opzij laten en beleid geen politiek met dit spel, met ons Phagwa.
Dinesh Malhu die de dringende oproep doet om het Pakwa-feest buiten de politiek te laten. De feestvierders zijn tot laat in de avond doorgegaan onder begeleiding van Surinaamse en Nederlandse muziekformaties.